De viering van 900 jaar De Bilt stond in de maand juni in het teken van muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni waren er in alle dorpskernen muziekactiviteiten van lokale verenigingen en verenigingen uit de zustergemeente van De Bilt, Koosveld en Mieciko. De aftrap van het muziekweekend vond plaats in de sporthal van het HF Witte Centrum in De Bilt met het seniorenconcert. Uit de woonzorgcentra van alle dorpskernen waren senioren naar het concert gekomen waar ze konden genieten van de koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredeld, die begeleid werd door het Seniorenharmonieorkest Provincie Utrecht. Ook Connie Vink was aanwezig. U kent haar nog wel van haar samenwerking met André van Duin. Ik vind het altijd heerlijk om voor het publiek in De Bilt op te treden. Want ze zijn altijd enthousiast en zeer aandachtig aan het luisteren. Ik ben niet goed in andere dingen. Ik zing liever dan alleen ze in het boek. Dit was vanmiddag een middag voor ouderen. En als je dit ouderen noemt, ik noem het maar senioren en mensen hebben fantastisch meegedaan. Het was echt een supermiddag. Een mooie middag was geweest en ik denk dat iedereen toch wel genoten heeft. Dus. Ik vond het wel leuk zo'n middag. Bedankt. Ik vond herhaling vatbaar, ja, maar ja, dan moeten we zo lang wachten. Hè? Hartstikke leuk. Maar er was nog meer te doen die zaterdag. In alle dorpskernen vonden muziekuitvoeringen plaats. In Groene Kan speelde de jazzafdeling van de Biltse Harmonie. In buurtcentrum De Groene Daan liet het smartlappenkoor Sterk Spul zich horen. En ook in Hollandse Rading, Westbroek en Maartensdijk was het één groot muziekfestijn. 'S Avonds op het veld voor het gemeentehuis in Bilthoven kwam alles samen in de grande finale, gepresenteerd door de Bilthovense Astrid Kersenboom. 900 jaar De Bilt wordt op heel veel verschillende manieren gevierd, maar dit weekend met muziek. Waarom? Omdat we vinden dat muziek verbindt en dat is wat we willen. We willen als organisatie van 900 jaar De Bilt de verbinding brengen tussen de zes kernen. En dat hebben we niet beter kunnen bedenken dan met dit muziekweekend. 900 jaar De Bilt, 9 eeuwen leven met elkaar. Het belooft spetterend te worden. Als het boven droog blijft en hier spetteren, dan is helemaal goed. Kom allemaal luisteren naar de Biltse Harmonie, de Brandweerharmonie, Algemeen Stelkom Maartensdijk, Vals en Gemeen en alle solisten hier uit de omgeving. Wordt een hartstikke leuke avond. We hebben er goed voor geoefend. De soundcheck is gelukt, dus kan niet beter. Onze Poolse vrienden zijn hier uit Mieciko. Onze Duitse vrienden uit Koosveld. Dus het is heel leuk. Zeker als mensen uit de raad, dat we zo met elkaar contact hebben. En dat we zo zien dat Europa toch één is. We'll be right back.
Ik ben helemaal wild van die twee jongens met die accordeons. Die heb ik vanmiddag zien optreden in Maartensdijk. Ik heb ze in Polen alles zien optreden, vanavond hier weer. Dat blijf ik geweldig vinden. Ja, dat is een evenement wat, ja, dat hoort bij, je zou bijna kunnen zeggen, het hoort bij de beeld dat we dit doen. Geweldig. Europa is natuurlijk een groot ding en het is heel erg tastbaar geworden vanavond op het moment dat je met een gemeente als Mizisco, Koosveld, met elkaar gewoon een feestje viert omdat de beeld 900 jaar bestaat. Ja, dat is heel tastbaar en dat is heel prettig en dat, ja, daar ben ik heel graag bij geweest en het was leuk. Afgezien van het weer, helaas. Maar ja, dat was leuk. Oni z nami tutaj zaprezentować naszą kulturę i naszą obecność. He has a relationship with Holland since 1990. First with community of Maartensdijk for 10 years and then with the Beeld. And he's glad that we can be with our orchestra, with our accordionist here, that we can celebrate 900th anniversary of the Beeld together. Het leuke is dat alle activiteiten zijn door het publiek zelf bedacht. Dus dat het nu wordt uitgevoerd, dat vinden ze heel erg leuk. Het is niet van bovenaf opgelegd, maar het is van hun. En dat maakt dat de mensen heel enthousiast zijn. Pink wheels keep on turning, oh, and brown hair keep on burning. Ik vind het publiek fantastisch geweest, want die is gewoon de hele avond gebleven. Dus applaus voor het publiek eigenlijk, vind ik. Ik werd gevraagd van wil je dat presenteren, dacht ik van oh nou ja, Koninklijke Harmonie de Beeld heeft, de Beeldse Harmonie heeft een goede naam. Dus dat zal best leuk zijn en de koren, nou en dan ook nog met de harmonie van de brandweer. Brandweerharmonie, nou oké. Maar wat ik vanavond heb gehoord, echt, ik vond het waanzinnig. Ik vond het zo goed, het samenspelen, ongelooflijk goed, die koren. Maar ook de solisten en het publiek, ondanks de regen, het goot af en toe, bleven maar staan. De sfeer was fantastisch. Ja, ik vond het echt, ik hoop dat dit een traditie wordt. Then I was inspired. But now I'm sad and tired. After all. Tried for 3 years, it seems like 90. Why then am I scared to finish what I started? What you started,
I didn't start it. Ja, heel fantastisch. Het was heel mooi. Jazeker, we hebben heel erg genoten van de muziek allemaal. Ja, zeker. Ik vond de hele orkest heel erg goed. En de dames zongen heel leuk. En die jongen van de musical, ik ben even zijn naam vergeten, maar dat was ook fantastisch om te horen. Wat voor instrument speelt u? Saxofoon, alt-saxofoon. En hoe is het vanavond gegaan? Ja, goed. Erg goed. Ik vond het echt superleuk om te doen. Ja. Een compliment ook voor het publiek, ja, dat hij nog zo heel mooi en geweldig bleven zitten in de regen. Ja, geweldig. Ja. Ja. Ik vind Bastiaan Spaarnij echt heel goed zingen, van Jesus Christ Superstar zong hij. En dan samen met Music, samen met Jeffrey, ja, het is superleuk om te doen. Superleuk om ook zulke solisten te begeleiden. Dus, en samen met koor, hebben we ook nog nooit eerder gedaan, met een koor. Dus ja, superleuk, superleuke ervaring. Dit is echt amateurkunst ten top, helemaal goed. Geborgenheid, mensen met elkaar, mensen die met elkaar iets willen doen. Geweldig. Heeft u nog een topmoment van die avond? Ik vond, maar dat muzikaal gezien vind ik dat Gethsemane met Bastiaan, vind ik echt geweldig. Ja, en het feestje op het laatst. Weet je, alles achter elkaar en dan Music nog een keer en dat het publiek meedoet en alle solisten en iedereen staat te dansen, te zingen en doet mee. Leuk.